Ik heb het boek Het Bittere Kruis gelezen, waarmee Marga Minko in 1957 debuteerde. Het autobiografisch verhaal gaat over de verschrikkingen waarmee een Joods meisje, Marga, en haar familie te maken krijgen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De titel van het boek verwijst naar de manier waarop haar broer aan deportatie naar een strafkamp wist ontkomen. Het boek beschrijft de naziterreur op een sobere en heldere manier. Het boek is geschreven voor adolescenten en jongvolwassenen en het heeft ook al veel verschillende prijzen gewonnen. Juist omdat het zo eenvoudig is geschreven, maakt dit boek zo'n sterke indruk op mij. Het boek is in heel wat talen vertaald en geldt als een van de klassiekers uit onze literatuur van de Tweede Wereldoorlog. Kortom, het is een magnifiek boek en zeker een aanrader.